Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, we hebben hier al vaker gezeten voor diverse onderwerpen. Maar we zijn hier nu voor het project van Zeus Hoenderop, Mama Afrika. Ja. En nou ja, dat gaat over brieven of andere inzendingen die naar Suriname worden gestuurd. Met de zeepost of een Suriname service lijn zie ik hier staan. En dat doen diverse Zeeuwen doen daar aan mee en jij doet er ook aan mee. En dan is de centrale vraag, wat raakt jou in het slavernijverleden? Ja. Vertel. Nou, en dan mocht je een brief schrijven aan iemand. En ik heb een brief geschreven aan mijn vader. En dat kwam omdat we hadden vorige week, zaten we gewoon in de tuin over van alles te praten. En ik vertelde iets over Zeeland en het slavernijverleden. Volgens mij vertelde ik over de paalhoofden, zoals ze ook hier in de bibliotheek staan. Dat die paalhoofden uit Suriname komen. En eigenlijk die super Zeeuwse paalhoofden eigenlijk helemaal verbonden zijn met slavenhandel. Okay. Omdat driehoekshandel, en dan kwamen ze terug uit de binnenlanden van Suriname. Een heel bijzonder soort hout is het, 100 jaar oud. Afijn, dus mensen werden afgeleverd en die paalhoofden kwamen terug. En wat ik wilde vertellen was, kijk nou hoe de Zeeuwse geschiedenis verbonden is met die slavernijgeschiedenis. Maar mijn vader die reageerde echt heel geërgerd. Die had zoiets van, weet je wel waarom over die slavernij? En weet je niet, je had heel veel soorten slavernij en ook moderne slavernij. En waarom houdt dit onderwerp je zo bezig? Dus ik heb een brief geschreven waarin ik aan mijn vader uitleg van waarom ik zo betrokken ben bij dit onderwerp. En ik zeg, ja, dat is aan de ene kant omdat ik in Zeeland woon en hier in Zeeland je nog zoveel sporen ziet in de stad. Neem bijvoorbeeld, je hebt een huis in een Spanjaardstaat. Dat was ooit van een slavenhandelaar. En op het moment dat de slavernij is afgeschaft, 1863, heeft hij die schelpjes, die kauri-schelpjes, die daarmee niks meer waard waren, want daar kochten ze mensen voor, heeft hij gewoon in de specie gemetseld. Dus dat huis is letterlijk gebouwd op die geschiedenis. Nou, het slavernijmonument. Dus ik vind in het Zeeuwse zie je het overal terug. Dus dat zit er bij mij bij. En ook, ook een beetje van, dat ik dit nooit heb geweten, nooit heb geleerd op school en zo. Dus dat is voor mij ook een reden om me erin te verdiepen en echt erin geïnteresseerd te zijn. Dus ik doe dat al jaren. Ik herinner me hier in de bibliotheek heb ik ook wel eens een tijdschrift uit 1769 opgevraagd. En dat komt dan hier met een liftje en dan krijg je op een kussentje en dan moet je handschoenen aan. En dat is dan een van de eerste tijdschriften van het genootschap. En daar wordt uitgelegd niet alleen hoe je mensen gezond naar de overkant krijgt door ene arts. Oh ja, ja, ja. Maar ook waarom slavernij een goed idee is. Dus nou ja, die hele geschiedenis die fascineert me en daar wil ik meer over weten. Ook omdat ik zit in de Roosevelt Foundation, ik ben betrokken bij de Four Freedoms. En dat gaat helemaal over mensenrechten, maar ook over Amerikaans Nederlandse samenwerking, transatlantische samenwerking. En vaak beginnen mensen dan bij het verhaal van Roosevelt in 1941. Maar die transatlantische samenwerking, die is eigenlijk, ja, bijvoorbeeld 1619 is een heel belangrijk jaar waarin een schip uit Vlissingen met een brief van de Vlissingse burgemeester naar Angola voer om de eerste zwarte mensen tot slaafgemaakte in Amerika aan wal te zetten. En dat verhaal is aan Amerika heel bekend, bij ons veel minder. Dus dat zit er bij mij bij. En ook de Black Lives Matter in Zeeland heeft heel erg indruk op me gemaakt. Hoeveel mensen er toen protesteerden, de verhalen van die mensen. Dat ik denk van ja, racisme, het is er gewoon in het hier en nu. En het heeft alles te maken met dat verleden. Dus ja, ik vind, we moeten er in het hier en nu iets aan doen. En om dat te begrijpen, moeten we ook naar het verleden kijken. Enfin, dus dat heb ik allemaal in die brief aan mijn vader geschreven om uit te leggen waarom ik me met dit onderwerp bezighoud. En nou ja, die brief die Suriname, ik weet niet of ze daar een brief van Ene Barbara aan haar vader interessant zullen vinden, maar goed, dat is mijn verhaal. Maar ik neem aan, je vader krijgt wel een afschrift van
Heb ik al gestuurd? Ja, ja, precies. Tuurlijk. Reageert hij dan ook met een brief of hoe reageert hij dan? Ik heb nog niet teruggehoord. Wat, hoe oud is je vader, als ik vragen mag? Ja, die is 83. Die is enorm betrokken bij de wereld. Die zet zich heel erg in voor vluchtelingen. Dus die is iemand die echt... En heeft hij de oorlog dan nog bewust meegemaakt? Dat net, ja, in Nederlands-Indië. In een kamp gezeten. Dus, echt dus hij wel... kent het leed van de wereld. Is hem wel bekend. Zeg maar. Heel erg. En ook heel erg arts geweest altijd. Heel erg betrokken bij... betere wereld. Maar dus daarom is ook dat... Maar neemt hij al wat aan van zijn jonge dochter? neemt hij dingen van je aan? Of is hij ook een beetje koppig van... In die zin zijn we familie van elkaar. Ja, precies. Ja. We spreken graag over dingen. Dus. Nou ja, dat is interessant. Ja. Nou, dankjewel voor je toelichting. En dat hij maar veel gelezen mag worden, de brief. Zeker. Dankjewel. Graag gedaan.